Hi en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. In deze week heb ik echt super veel leuke dingen gepland met mijn vriendinnen. Geniet ik lekker van de zon en ben ik lekker veel aan het eten, want dat mag af en toe ook. Zoals je ziet is bijna de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet op die rode abonneerknop te klikken. En dan gaan we maar lekker beginnen met de video. Het is nu maandagochtend. Het is eerste Pinksterdag en het weer is echt vreselijk. Echt vreselijk. Het regent, er is gewoon geen klote aan. En ik moet werken. Nou, ik vind het op zich wel leuk dat ik moet werken, want ik moet gewoon... Ik werk als bezorger in de apotheek, maar de apotheek wordt nu verbouwd, dus we moeten een paar dingen regelen en zo in de verbouwing. Dus op zich wel leuk. En ik ga nu Isabel ophalen. Dus ik ga er snel vandoor. Nou, heb je nou zin in deze week vlog? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven voor je girlie! Deze week wordt leuk, want ik ga dit weekend een weekendje weg met Isa. Helemaal leuk. Echt heel erg zin in. We gaan naar Friesland. We hebben vrienden van haar ouders. Super, super groot huis voor 12 personen aan het water. En wij gaan daar met z'n tweeën. Nee, maar wel heel leuk. En ja, ik hoef echt maar alleen morgen te werken. Dus ik heb echt veel vrije tijd. Ik ga morgen naar Rotterdam met Bo. Ook gezellig. En ja, ik ga met Isabel en Bo boeken voor een leuk weekendje weg nog. Dus allemaal leuke dingen komen eraan. Over precies een maand ga ik op vakantie met Stan. We gaan op vakantie naar Skintos. Ga ik tuurlijk vloggen. Zou je het leuk vinden, zeg maar, als ik 1 week vlog maak? In ieder geval, ik ga er 2 weken heen, soort van. Het valt in 2 weken. Dus zou je het leuk vinden als ik gewoon in de week vlogs meeneem? Of dat ik echt aparte... aparte vlogs maak. Bijvoorbeeld 2 dagen. Om de 2 dagen een nieuwe Skintos vlog. Vinden jullie het leuk als ik een pack with me video ga maken? Dat ik mijn koffer ga inpakken en zo. Dus let me know. Let me know. Let me know. En dan ga ik het allemaal doen. Oké. Het is inmiddels middag. Ik ben klaar met werk. Ik heb net baked oats gemaakt. Die zitten nu in de oven. Ik vond de vorige keer echt een succes. En ik heb nu met appel gedaan. Heel erg benieuwd. Lijkt me echt super lekker. En ja, ik ga zo meteen proeven. En zo meteen ook weg. Want dan ga ik mijn nagels laten doen. We zijn niet normaal erg uitgegroeid. En ik ga ze nu ook wat korter doen. En vanavond ga ik sporten. De weekvlog editen. Dus ik heb genoeg te doen. Morgen heb ik les. Oh ja, morgen ga ik natuurlijk naar Rotterdam en Boos. Ook helemaal leuk. Ik heb echt nog spierpijn van de vorige keer sporten. Oh my god. Oh my god. Nou ja, ik heb dus heel spierpijn van de vorige keer sporten. Dus dat doet leuk vanavond. Maar wel zin in. Ik denk dat het lekker rustig is. Ja, ik heb echt zin in deze week. Van het weekend wordt volgens mij echt veel beter weer. Dus dat is echt ideaal. Dan ga ik gezellig naar Friesland. Dus ik ga ook nog video's opnemen. Dus helemaal een leuke week. Nou, de baked oats zijn helemaal klaar. En ja, dit was een recept van een... appeltaart baked oats. En ik heb net een stukje op. Het was echt mega lekker. Oké, het is inmiddels 4:15. Ik ga nu onderweg naar de nagels. En ik ga ze lekker kort doen. En lekker naturel, denk ik. En ik weet niet. Ik voel me echt even een soort dip hebben of zo vandaag. Ik heb op zich niet eens een stomme dag of zo. Ik heb wel gewoon leuke dingen te doen. Maar ik heb gewoon... Ik ben niet echt chill wakker geworden of zo. Ik weet niet wat het is. Ik vind maandag sowieso altijd gewoon een stomme dag. Geef een duimpje omhoog als je maandag ook gewoon de stomste dag van de week vindt. Ik haat hem. But that's okay. I mean, that's life. Het is niet elke dag, de hele dag door. Altijd maar leuk, weet je. We moeten positief blijven. En dat is het allerbelangrijkste. Als je maar weet dat het gewoon even een momentje is. En ik bedoel, je moet die momenten ook gewoon niet afkeuren. Want ja, het wordt gewoon mijn... Nou, mijn nagels zijn weer heerlijk gedaan. Thank you, Nienke. Nailed it. You girl, you nailed it. dat is de naam. Ik heb ze lekker gewoon naturel, kort, clean, but fresh. I really like it. Dus hierdoor zien je nagels gewoon lekker verzorgd uit. Maar, ja, gewoon lekker lang en verzorgd. Top. Maar niet helemaal overdreven lang. Ik werd er helemaal gek van. Dus nou, ik ga naar huis rijden. Want het is alweer 6 uur. Ik heb honger.
Oké, het is inmiddels 9 uur. Ik heb lekker gesport en ik voel me gewoon 500 miljoen keer beter. Zoals je vanmiddag zei, want het is echt mijn dag, denk ik nu echt van, ah, wat een heerlijke dag. Ik heb heerlijk gesport. Ik heb het helemaal te pakken. Super chill. Ik ga nu de beelden inladen en dan de weekvlog editen, lekker douchen, Netflixje aan en het bedje in. Daar kijk ik erg naar uit om lekker mijn bed in te gaan. Met mijn enthousiaste kop meteen voor morgen 8:30 gereserveerd. 8:30 tot 9:30 uur sporten, 10:00 les. Weet je, waarom ook niet? En ik heb een stukje van mijn baked oats eten. Die ik dus gemaakt heb. En dit is de appeltaart editie. Als jullie de recepten allemaal willen. Ik heb bijna alle recepten van Afvallen met Mandy. Ik volg haar dus op TikTok. En ze heeft op Instagram allemaal leuke baked oats, maar allemaal gezonde leuke recepten. Het is echt lekker. En het smaakt natuurlijk niet naar een appeltaart. Maar het smaakt wel gewoon lekker. En ik gebruik dus flavor drops. In plaats van gewone melk, amandelmelk. Er zitten veel minder calorieën in. Dat verschil proef je toch niet. Maar ik had wel ook een recept gedeeld op mijn TikTok. Dus wil je vaker dat ik misschien gezonde recepten deel op mijn TikTok? Let me know. Nou, helemaal smaak pakken, joh. Leuk, leuk, leuk. Nou jongens, de workaholic in me kon natuurlijk niet stoppen. Ik kon echt letterlijk thuis sporten. En ik ben gaan achter de computer geraced. En oh, nee, niet mijn nieuwe Gucci bril. Why am I like this? Dit is waarom ik geen dure dingen moet kopen. Het gaat alles kapot met mij. Maar wat ik wil zeggen is dat ik toch weer door ben gegaan met de week nog. En het weet je, het is helemaal niet erg. Maar ja, nu heb ik geen tijd voor mezelf kunnen nemen. Wat ik wel heel graag wilde. Maar ja, ik ga nu maar gewoon lekker mijn make-up eraf halen. Ik heb geen make-up op. Ik ga lekker mijn tanden poetsen en naar mijn bed. En morgenochtend ga ik toch weer sporten, dus dan ga ik dan wel douchen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is 8 uur en ik ga zo meteen sporten. Ik moet een beetje opschieten, want anders ben ik te laat. Maar oh, het is heel koud en ik ben moe. Maar wel goed. Het is goed, het is goed, het is goed. Ik ga snel. Oké, ik zit lekker in de auto. Het weer is best prima. In ieder geval, je ziet wel dat het begint op te klaren. Het is niet keihard aan het regenen. Ik heb lekker koffietje nu voor mezelf. En ben ik onderweg aan het opdrinken. En ik ga niet heel lang sporten, want ik heb om 10:00 weer les. Dus ik ga denk ik stoppen. Ik ga denk ik even 3 kwartier. En dan lekker rustig lopen, een beetje nat. En dan ga ik naar huis, want dan moet ik ook naartoe moeten douchen en zo. En weet ik het allemaal. Dus dan wil ik wel weer een beetje fris zijn. En ook les. Dus vanmiddag ga ik gezellig een mukbang opnemen. Dus dan daardoor moest ik wel afsporten van mezelf. Nou, ik zit in de auto. Ik heb heerlijk gesport. Was kort mijn krachtig. Een vriendinnetje van mij die werkt hier ook. Was even gezellig. Ik had er echt vet lang niet gezien. Dus even hier gesproken. En nu ga ik naar huis. Snel douchen, omkleden, bla bla bla. En dan heb ik online les. Alright, ik had net online les. En ik ga nu, zo, mijn haar is echt ontploft. Ik ga nu naar Bovenzellig. En dan gaan we naar Rotterdam. Taco Bell met Ben opnemen. Can't wait. Ik heb echt honger, want ik heb nog niks gegeten. Dat is echt niet best. Ik ga wel snel wat eten. Want als je helemaal niks eet en dan Taco Bell, dan ga je echt dood. Nou jongens, we hebben het opgehaald. We hebben echt niet normaal. We stonden daar en we zeiden we willen eigenlijk gewoon alles proberen. Ja. Dus we hebben het hele menu besteld. Dus de video wordt het hele menu van Taco Bell proberen. Dus yes, we gaan aan de slag met de video. Kijk eens. Oh, ik moet wel de parkeermeter aanzetten, by the way. Oh ja. Er zit mensen. Oh. Ah! Wat is dit? Oh, dit zijn niet. Oh, dit zijn de frietjes. Ik heb hem op. Oeh. Alright, ik ben alweer een tijdje thuis. Echt. Oh my god, ik ben hier zo leuk geworden. Het was zo lekker. Oh my god. Het is echt top. Ik zit alleen zo. Ik moet nu werken, dus ik ga snel door naar werk.
Nou jongens, ik heb inmiddels gewerkt en ben terug van werk. Ik heb echt super veel koppijn. Maar de weekvlog staat wel online. Ik ga nu gezellig met naar beneden. Ik heb helemaal nog geen avond gegeten. Ik zag zoveel nog van de taken wel. En ik ga lekker Handmaid Tale kijken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is 7:45 en ik ben weer helemaal in de sportoutfit gehuis. En ik ga zo meteen gezellig sporten met Bo, dus dat is wel leuk. En ja, daar ga ik zo meteen eens heen. En daarna ga ik douchen, opmaken, omkleden en ga ik je Insta-blog opnemen. En daarna ook naar school een podcast opnemen, dus drukke dag. Ik ben nog mee wakker aan het worden. Maar ik kreeg gisteravond wel dat ik op tijd slapen, dus daar ben ik nu niet zo moe. Ik lijk wel een ander mens. Ik zwaaide, maar iemand negeerde mij. Oké, nou die grens achter schijnt gewoon niet. Maar ja, wie heeft dit vaker? Want dit is zo grappig. Wat is dit op zolder? Oh, ik heb dat zo vaak andersom. Dat mensen naar mij zwaaien en ik zie het niet. Want ik ben echt zo blind als een garnaal. Dat is dope. Ik weet niet, ik kan geen Nederlands. Ik ben gewoon Nederlands. Mijn ouders zijn Nederlands, mijn opa zijn Nederlands. Ik ben gewoon een pure Hollander, maar ik kan mijn taal gewoon niet. Ik ken geen spreekwoorden. Ik kan er gewoon niet goed uitspreken. Ik zeg soms zulke rare dingen dat mensen me aankijken van wat lul jij. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb ook gewoon HAVO gedaan. Niet dat dat per se wat moet zeggen. Ik bedoel, het is niet als je HAVO doet dat je slim bent. Ik bedoel, het is maar een schoolmeting. Maar, ja. Mijn verhaal was, hebben jullie ook wel eens, dat als je dan denkt dat je iemand ziet en die zwaait en dan kijkt diegene niet of dan zwaait diegene terug en dan voel je helemaal awkward. Dan eigenlijk, wat boeit het eigenlijk? Oké, nou iemand heeft je niet gezien en nu moet je helemaal mee kijken van, oh mijn god, heeft iemand dit gezien of zo? Nee, boeiend eigenlijk. Maar ja, nou leuk verhaal op de woensdagochtend. Ik ga lekker sporten. En mijn wekker gaat af. Nou, dat is iets te laat, Saar. Jammer. Nou jongens, dit is niet een goed teken. Bo, die is er niet. En ik zag op zo'n vriend dat ze nog thuis was. En ik bel er twee keer niet op. Dus ik denk dat ze nog ligt te slapen. Dus ja, ik ga nu maar zelf sporten. Echt jammer, ik had er echt zin in met haar. Maar ja, ik denk dat ze heel moe was. Want ze heeft het zo druk. Dus die slaapt natuurlijk weer voor geen lul. Zo, het is inmiddels alweer 9:45. Ik heb echt vet lang gesport. Echt bijna 1,5 uur of zo. Want ik kwam ook nog een meisje van werk tegen. En die heeft helemaal verstand van alles. Dus die heeft mij even de hele sportschool uitgelegd. En behoefte zich verslapen. Dus die kwam iets later. Maar ja, ik denk dat ik niet meer kan lopen vanavond. Ik ben helemaal helemaal dood. Maar ja, het was wel echt even lekker hoor. Even al die spieren getraind. En nu ga ik lekker douchen en dan ga ik een video opnemen. Oké, ik heb me helemaal gedoucht, opgemaakt. Even andere kleren aan. Ik moet nog een foto maken voor een samenwerking nog. En ik ga nu een Shein shoplog opnemen. Helemaal zin in. Niet scherp. Jee. Oké, ik heb net een shoplog opgenomen. Ik heb nu ook items van de shoplog aan. Helemaal leuk. Dus de shoplog staat al online. Check it. Shein shoplog. Helemaal leuk. Helemaal goud. En ik moet nu snel haasten, want ik moet naar Amsterdam. Alright, ik ben inmiddels weer thuis. Ja, het was echt super leuk om even een paar gezichten in het echt te zien. Want je ziet elkaar zoveel op het scherm. Maar ik had deze mensen van klas dus nog nooit in het echt gezien. Dus het was vet gezellig. Dan hebben we nog een meidje gedaan op een terras bij mij op school. En het was super leuk. En nu regent het. Ik heb net snel avond gegeten. En nu ga ik gezellig naar Stan. Ik blijf niet slapen, want morgenochtend ga ik sporten. En heb ik school. En weet ik het allemaal. Dus niet handig als ik blijf slapen. Dus ja. Ik ga nu even naar mijn schatje. En dan ja. That's life. Jongens, echt. What the fuck. Jongens, ik word zo schijt en schijtziek van dit weer. Echt. Wat is dit? Jongen, ik word gewoon helemaal gek ervan. Ik vind het gewoon zo kut. Ik word er zo chagrijnig van. Echt, holy fuck. Hoe kan het echt gewoon bijna juni zijn en nog dit weer? Ik word er zo boos van. Ah, dit was even mijn frustratie. Alright, het is inmiddels 11 uur. Ik ben thuis. Ik ben echt kapot. Vanochtend natuurlijk ook vroeg op. En morgen moet ik 6:15 opstaan.
Want ik ga hem eens even sporten. Echt een achterlijk belachelijk idee. Maar ja. Ik ga lekker mijn make-up afhalen en mijn bed in. En het licht gaat al uit. Dus ja, dan weet je dat het tijd is om te gaan. Goedemorgen. Het is 7:10. Het is echt kut weer. Maar ik heb me omgekleed. En ik ga naar de sportschool. Even wakker worden nog hoor. Oh my god. Maar wel goed. Het voelt echt niet als 7 uur. Het voelt gewoon als 8, 9 uur of zo. Dat het gewoon licht is. Maar. Nou jongens, ik zit in de auto hoor. Ik ben nog een beetje misselijk. Ik heb altijd als ik vroeg opsta dat ik misselijk word. Dus ik had ook echt geen zin in een koffietje. Ik dacht het komt na sporten wel. En ik heb ook zieke spierpijn van gisteren. Dus vandaag moet ik even een andere spiergroep trainen. Ik had gisteren echt mijn billen en mijn benen en mijn billen gedaan. Dus ja. Bootje is er volgens mij al. Ik ben een beetje te laat. Maar ja, maar ja. Oké, het is inmiddels 8 uur. Ik heb net even een uurtje sport. Kort maar krachtig. Prima. Bo zit hier nu naast mijn auto. En we gaan nu naar... we gaan nu naar huis. We gaan even naar de supermarkt om fruit te halen voor een smoothie. Want daarna gaan we naar Isabel. Want we willen even een weekendje plannen om met z'n drie iets leuks te doen. En van de zomer. En voor mijn verjaardag kreeg ik nog een weekendje naar Walibi. Dus dat is ook helemaal leuk. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel plannen. Want anders komt het er wel 100 keer niet van. Dus ja. Nou, ik ben nu bij Bootje en zij eigenlijk aan het wachten op Isabel. Ik heb even een koffietje en een smoothie. En ja, dan gaan we even kijken voor een leuk weekendje. En moeten we van alles plannen, dus lekker om 8:30 ochtends. Ja, echt hoor. Nou, we hebben een keuze gemaakt. We gaan naar Barcelona. Ja. We dachten helemaal, yes. Nou, hey. Oh, dit is mijn nieuw scherp. We gaan 4 daagjes van dinsdag op vrijdag. En we dachten we gaan naar Bloemendaal, leuk naar het strand. Maar het is allemaal zo duur. En Barcelona is bijna even duur. Dus we hebben nou helemaal leuk, hè, met meiden, lekker met de zussen. We hebben nu een lekker ontbijtje, lekker wententeefje met gebakken appel. Nou, ik ben benieuwd. Het is lekker. Het is wel lekker, ja. Oh my god, guys. Nou, jongens, echt. Ik heb helemaal zin in mijn leven gewoon. Holy shit, ik heb zo'n leuke zomer voor de boeg. Iemand vroeg nog, heb ik vakantieplannen? Dat heb ik zeker. Over maand, 23 juni, ga ik 10 dagen naar Sakintos met Stan. Daarna ga ik 19 juli tot 24 juli, 6 dagen, naar Gersonisos met Nina, Anne, Esmee en ik. Fucking zieke feestvakantie gewoon. En daarna ga ik in augustus met Isabel Modus naar Barcelona. Oh my god, dit is echt... Mijn droom komt uit. Ik vind het helemaal leuk. Dus, nou, dat zijn dus mijn vakantieplannen. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Oh my god. Oh my god. En ik ga nu snel een vlogje editen. Nee, niet een vlogje. Een video. Ik heb namelijk veel video's die ik kan editen. En die moet ik ook editen vandaag. Want ik ga vanmorgen een weekendje weg met Isa. Nou, ook helemaal weer leuk. Ik heb allemaal zo leuke dingen. Echt, ik hou van mijn leven. Oh jee, jee, jee. Helemaal blij. Helemaal happy. Helemaal leuk. Oh my god. Oké, het is inmiddels 5:50. Ik moet nu werken. Ik heb helemaal stress. Video geëdit. Nu aan het uploaden. Vanaf nu weer naar stand. Dus ik heb echt overal stress om. Ik ben helemaal gek van mezelf. Echt. What the fuck. Oké, ik ben weer terug van werk. Ik ga nu even snel de video inplannen. Goedemorgen! En mijn beeld is heel vies. Het is al bijna 8:30. Lekker vroeg opgestaan. Oh. Nou, voor mij is dat al de laatste tijd. Nee, Stan die moest om 8:30. Stan, je moet echt gaan. Jij hebt een goede muziek op, man. Ja. Bij het gemeentehuis zijn, want hij heeft een nieuw paspoort en die moeten we nu ophalen. Dus we zijn lekker vroeg de dag begonnen. Ik zit even te denken. Nee. Oké, dus we hebben ook nog niks gegeten. We zijn echt het bed uitgeknald. En heb je dit lied op? Ja, toen opgezocht hoor. Ice, ice, ice.
Goedemorgen. Oké, het is inmiddels al, hoe laat is het? 1:30 of zo. Stan, die gaan we nu naar Amsterdam brengen, naar Isa. Even met thuis een koffer ophalen. En we waren net zijn broertje op school gepakt, want die heeft vandaag zijn laatste examens. Dus iedereen die examens heeft gehad, het zit erop! Party! Maar, we waren bij de rituals een cadeau kopen voor zijn moeder, want die is dus morgen jarig. En toen hadden we dus boven de 60 euro en dan kreeg je zo'n zonnecreme met face cream met sun protection. Nou echt, ik stond net voor de kast, ik zeg tegen Stan, wow, dit is echt vet handig, dat wil ik hebben. En opeens, ik dacht, ik koop het gewoon niet, fuck it gewoon. Staan we daar in die kassa, krijg ik het gewoon. Helemaal happy, leuk. Oké, ik zit in de auto bij Isa. Yeah. En we zijn onderweg. Woehoe. We waren eerst dus, Stan hebben we dus bij Isa afgezet in Amsterdam. Maar we hebben even de auto geruild. En nu zijn we dus onderweg naar Friesland. Yeah. En we gaan echt in een mega groot huis. Yeah, voor 12 personen. Cool. Ja. Maar nee, helemaal met leuk. Met z'n tweeën. Ja. We hebben echt het perfecte weekend. Ja, het is zo mooi weer. Ja. Love it. Helemaal leuk. Zo nice, ja. En we gaan vanavond denk ik koken of even iets bestellen. Ligt eraan of we zin hebben of hoe laat het is. Maar sowieso even boodschappen doen. Ja, inderdaad. Even boodschappen doen. En morgen de hele dag zonne. Misschien even varen. Ja. En helemaal leuk. En we gaan nog even terrassen, of course, om 5 uur. Ja, lekker eten buiten. Zo helemaal top. Gewoon echt helemaal chill. Ja, het wordt echt helemaal leuk weekend, jongens. Zin in. Nou jongens, we zijn aangekomen in dit huis. Het is echt niet normaal groot. Het is echt belachelijk. Ik ga even een house tourtje geven. Yeah. Wacht, ik zal even vanaf buiten laten zien hoe het eruit ziet. Dit is het huis. Het is echt niet normaal groot. Nou, dan gaan we dus eventjes naar binnen. Nou, hier komen we dus binnen. Dan heb je hier 2 grote deuren. En dan heb je hier stoelen. Hele. We hebben Isa, die hoort er ook bij. Die hoort ik ook bij de, krijg mij de gratis die krijg je erbij. Lekker banken. Oh, dat is die feest. Oh, allemaal spelletjes. Ja. Oh, Keesenspel, dat is mijn lievelingsspel. Nu gaan we lekker zinnetje kijken. Ja. Oké, hier even een. Dit is dus een slaapkamer ook. Ook een tv, gewoon lekker voor niks. Ja, alle kamers hebben een tv. En dit was toch niet helemaal af vorige keer, maar het is volgens mij nu af. Ja. Ja. En dan, boven. Ja. Ja. En dan heb je hier buiten ook lekker een boot dat we morgen kunnen varen. Ja. Lounge sets. Even kijken hier. Mooie tafel. Mega groot. Een keuken. En boven heb ik nog niet gezien. Dus ik ga ook even naar boven. Ja, ik ga naar boven. Nou, het is echt gewoon een doolhof met... Ja, je hebt al deze kamers, hè? Allemaal nog. Nou, jongens, jullie begrijpen het idee, maar er zijn heel veel kamers. Ja, en alle kamers hebben ook een badkamer. Oh, nou. Wat chill, kijken. Maar welke kamer? Even kijken. Jemig. Linker, groene. Oh, deze, ja. Ja, ze hebben alle muren, zeg maar, verschillend. Oh, ja. Oh, je bent hier. Ja, we kunnen in die. Kijk, hier heb je ook een. Oh, ja. We rekenen meiden. Hier. Ja. Kijk, dan heb je hier gewoon een hele fucking inloop. Oh joh. Zo chill, ja. Nou, dat is niet normaal. Oh, waar is dat lekker? En hier. Nog een vrouw. Mooi, ja. En dat hier zat ik met Lot vorige keer. Oh ja. Ook chill. Lekker uitzicht, hoor. Ja. Echt, nou, zo nice, echt fucking leuk. Het slaat echt nergens op dat we hier met z'n tweeën zitten. Misschien gaan we eens vragen waar het is. Ja. Maar ik weet niet, volgens mij kan je dit huis niet, want het is van vrienden van mijn ouders. Maar het heet volgens mij Park Waterstaten of zo. Ja, dat heb ik ook geprobeerd. In Ossenzuil, volgens mij vakantiepark Waterstaten. Dus er zijn andere huizen, maar dat je kan. Niet hier, volgens mij. En hier nog een kamer, die is van hun misschien, die is heel groot. Ja. Oh ja. Nice. Dus wij gaan hier, bij de groene. Ja. Wij gaan lekker hier slapen. Helemaal chill. Nou jongens, wij vermaken ons hier wel. We gaan zo meteen even naar de supermarkt voor het eten halen. Ik heb ook honger. Oh, hier is ook zo'n grote inloopdouche. Ja, dat hebben ze allemaal. God, kleren. Nee.
Nou, wat chill. Nou, we gaan hier dus van vrijdag vandaag tot zondag in. Gezellig. Morgen gaan we lekker zonnen. We hebben ook een terras geboekt om 5 uur. Dat is ook helemaal leuk. We hebben echt spullen mee alsof we een week weggaan. Ja. Slaat echt nergens op. Ik ook. We zijn terug van de boodschappen. We hebben niet normaal veel boodschappen gehaald. En dit alleen voor ja, vanavond en morgen. Oké, we hebben lekker broodje, lekker rozeetje. Taartjes, havermout voor morgenochtend, sappie, havermelk, chippies en hier, oh my god, wat hebben we allemaal. Die zit vast, gevroren. En dit? Ik heb, oh! Nee! Oh my god! Oh, dit is een koelkast. Oh, ligt kapot voor mij en zo, maar ja, ga ook niet van hun. Nee. Oh my god. Ik ga Oké, maar wat hebben we nog meer? We hebben een hele tas vol. We hebben lekker broodjes. Daar kreeg ik niet even. Oh ja. Voor jullie. Lekkere drankjes. Een worstje. Allemaal worstjes. Ja, oh, allemaal borreldingetjes eigenlijk. Oh, dit jaar ook. Het broodje, ja. We hebben ook een paar gezonde dingen. Ja. Waar de fuck zijn die raketjes? Oh, yeah. Oh, en die snacks. Die oversnacks. Oh, lekker, ja. Lekker. Ik zie die, ik krijg daar alleen maar reclame van. Vegetarisch. Ja, met kaas. Cookies, M&M's, kaas. Oh ja, we gaan pasta maken. Truffelpasta, we wilden eigenlijk met truffelsaus, maar we hebben nu dus truffel ravioli. Ben benieuwd hoe dat smaakt. Rucola, bij de pasta, lekker dipje. Ik zie uit. En of course koffie, banaan voor bij de havermout, lekker banaantje. En een brie. Nou, hey. Helemaal geslaagd. Lekker. Nou, we zijn lekker de borrelplank aan het voorbereiden. Heerlijk. Oh, ja. We gaan een lekker cocktailtje maken. Nou, ja. Ja, ja, in ieder geval, het is al gemaakt. Maar we maken het even leuk met een beetje ijs. Helemaal zin in. Oh, wow, wow, wat lekker. Nou, jongen, dit is dus even genieten. Oh, wat lekker. Eigenlijk lekker genieten van de zon. Yummy. Wij hebben lekker eten. We hebben lekker. Nou, we hadden net al eten, maar we nu nog meer. Lekker pastaatje. Dit is een truffelpasta met parmezaanse kaas en rucola. Heerlijk. Lekker. Nou, jongens. We hebben. Oh ja, dat ligt me zo ook fijn. Ja, maakt niet uit. Ja. We hebben net lekker film. Nou, we hebben trouwens die film niet opgekeken. We gingen 4 handen op 1 buik kijken. Oké. Wow, mooie sunset. Boom, 11 uur gewoon nog. Maar we gaan dus nu lekker naar bed. Want morgenochtend gaan we vroeg op. Want we gaan sporten. En ik ben ook echt moe. Oh my god, ik kan echt slapen. Hoe goed van ons dat we gewoon op een weekend weg gaan sporten, dat is wel echt goed. Maar we gaan ook lekker varen en zo, helemaal zin in. Ja, gewoon lekker een goed begin van de dag is. Ja, het. Inderdaad. Sporten. En dan zijn we ook gewoon lekker actief en vroeg op. Ja, dan ben je, heb je echt een goede reden om je bed uit te gaan. Inderdaad. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag en het is 8 uur. Ja, het is 10:08 of zo. We zijn helemaal omgekleed in sportoutfits, want we gaan lekker sporten zo meteen. Super chill. Het is hier echt één zooitje, ik ga stuk. Hier in de kamer ook, al die koffers liggen helemaal open. Echt helemaal leuk. Ik ben opeens ongesteld geworden. Ik had echt niet verwacht. Ik zit op de wc en opeens ben ik van haar ongesteld. En ik had helemaal geen tampons er iets mee, dus nou, gelukkig eentje in een tas gevonden. Dus we zullen gaan kopen. Wat een gezeik. Dus ja, we gaan nu lekker naar de basic. Dat is chill aan basic, je kan lekker overal. En ja, ik ga nu even een koffietje drinken, ik dat eigenlijk niet deed. Het weer ziet er nog niet heel mooi uit. Maar dat komt wel zo goed. Gewoon lekker varen en zonnen, helemaal chill. Nou, we komen beneden en de zon die schijnt nog niet. Dus ik hoop dat het nog komt. Nou, we gaan lekker sporten dus. En ik heb even een ijskoffietje voor mezelf gemaakt. Heerlijk.
Zo, wij hebben net lekker gesport hier. Ja. Het was echt top. We zijn er echt anderhalf uur geweest. Maar het was wel echt heel chill. Iets hebben me allemaal weer goede dingen geleerd. We hebben lekker benen en billen gedaan. Nu kan je dat lekker zo. Ja, maar we zijn echt helemaal gesloopt. Dus we gaan nu lekker naar huis. We moeten even eten, havermout. Ja, we moeten nog half uur rijden. Maar het is echt een chille sportschool. Het was fucking groot. Lekker, je kon je lekker je ding doen. Het is echt groot. Dus wil je in Meppel, ga naar de Basic. Industrieweg. Ja, echt hè. Nou, Basic Fit mag ook nog een beetje geld. Zo, wij gaan lekker ontbijten. Lekker, Isa heeft lekker een ontbijtje gemaakt. Met havermout, banaan, blauwe bes. En lekker een ijskoffietje. En het is nog steeds geen zon. Dus echt, what the fuck. Bij ons thuis is het allemaal hartstikke mooi weer. En hier is het echt zo van, oké. Maar vind je dat in Amsterdam nu ook bewolkt? Oh, oké. Nou, we gaan het zien. We hebben net even lekker een potje Monopoly gespeeld. Ik heb gewonnen. Who's the winner? Ik heb even een lekker zomerstopje aangedaan en een broekie. Jij ook lekker. Ja, jij bent een cute uitdaging. Ja. Ik heb echt een stoptopje met een kort broekje. Oké, ik heb mijn sokken. En de zon die begint niet echt te schijnen. In ieder geval, het is buiten wat beter. Dus we hebben nu even een broodje in de oven. We gaan even lekker lunchen. Zo, het is alweer 3 uur. Ja. Over 5 uur, dus 4:30. Ja, over 2 uur gaan we alweer avondeten. In ieder geval gaan we naar het terras. Ja. En we hebben bedacht, dan gaan we gewoon lekker morgenochtend varen. Want morgen wordt het dus echt niet normaal lekker zonnig. Ja. Dus dan gaan we morgenochtend gewoon lekker varen. Want ik bedoel, we moeten hier echt niet vroeg weg of zo. Nee. Dus dan gaan we vandaag gewoon lekker terrassen. Ja, helemaal gaaf. Yummy, lekker een lunch gemaakt. We gaan lekker buiten zitten. Het is niet super warm. Nee, maar het is prima. Het is prima. Oh my god, jee, de zon begint echt te schijnen. Ik heb even een broek aangedaan, een witte broek. En een beetje opgemaakt, mijn haar gefeund. En we gaan nu lekker fietsen. We hebben een fietsgehuur, zodat we kunnen zuipen. Zuipen, we kunnen gewoon lekker wijntjes doen. Nu lekker in de zon zitten, in het terras. En dus een kwartiertje fietsen of zo naar waar we heen gaan. Dus dat is helemaal top. Ik ben helemaal zwart. Ik ga even een nieuwe, hoe noem je dat? Een nieuwe batterij in mijn camera doen, want die is bijna leeg. Dan gaan we lekker uit eten. Ik ben zo lang niet uit eten geweest, jongens. Gewoon dat ik echt avond heb gegeten ergens. Dat is zo lang geleden. Dus ik heb er helemaal zin in. En ik heb ook zoveel zin in een rosé. Oh, wat lekker. Maar droog shampoo of niet? Ik heb alleen volume puur. Ja, dat heb ik ook. Nou, wij gaan zo meteen lekker op de fiets. Maar als je nou zo zwart. Ik heb helemaal niet zo heel veel honger eigenlijk nog. Nee, maar het is ook pas 5 uur. Ja, dat is waar. We gaan lekker wijnen. Lekker op de fiets. Fiets gehuurd. Helemaal top. Ik hoop dat ze nog een beetje bruin worden op het terras. Ja, ik hoop het ook. Helemaal leuk. Nou, we zijn wel ready hoor. Ja. Nou jongens, de meiden zijn aan het fietsen. Hey. Isa vindt het niet leuk. Ik haat fietsen. Maar de zon schijnt. Ja, daar zijn we. Weet je hoe geil je wordt op de fiets? Ja. Doe het daarvoor. Doe het voor de tent. Ik moet wel uit eten, alles. Ik ga mijn bikini. Zo, morgenochtend in je bikini fietsen. Ja, dat is. Nee, maar het is niet zo lang fietsen toch? Hoe lang is het nu bijvoorbeeld nog? Of heb je je telefoon niet meer vast? Even kijken. Het was maar een kwartiertje in totaal. Nog 12 minuten. Auw, nog 12. Nou. Hier moeten we een heuvel op. Ja, dat is wel even een tegenvaller. Ik hoop dat het terugweg wat soepeler gaat. Nou jongens, wij zitten op het terras. Wat een heerlijke zon. Het was best wel lang fietsen. In ieder geval, het was niet lang, maar het was gewoon. Ja, het was gewoon een beetje aan het waaien. Zo. Maar ja, we zitten. Heerlijk. Echt ideaal. Zeker, zeker. Waar is de zon daar? Lekker flesje wijn. Heerlijk, lekker. Een vino. Lekker. Wat ziet het er goed uit? Een visje. Ja. Ziet er heerlijk uit. Echt top. Topper de top. Ik kan nog lang fietsen. Wat zei je?
En hoe? Ik zeg gewoon wat. Oh, wel. Gewoon zo. Okay. Nou, we hebben net gegeten. En het was heerlijk. Tering. Nou, we gaan nu naar huis fietsen. Wat een kut. Lekker gewisseld van fiets. Ja, Isa die wil niet deze fiets fietsen. Want ja, net als ze helemaal natte kont. Is het al droog? Hè? Kijk aan. Ja, ik weet niet. Is het al droog? Ja, helemaal droog. Het is nog wel nat hoor. Ja, het ziet er wel droog uit. Want dit zadel. Uitknijpen, zeg. Ja, dit... Dan druk er maar op. Nou, kijk daar onder. Ja, maar het voelt. Ja, wel. Ja, maar nee. Nou, ik moet dus in ieder geval op de natte fiets. Je wilde op de natte fiets. We weten alweer hoe laat het is. Jij wilde daar graag, zo graag op. Ja, nou, dat is niet waar, maar maakt niet uit. We gaan het doen. Jongens. Ik dacht, we fietsen hier langs. Ik zeg, weet je waar ik zin in heb? Ik heb zoveel zin om in deze bloemen te liggen. Dus ik fiets gewoon keihard die bloemen in. Maar het was... Ja, je ziet het hele pad. Eén en al brandnetelbos. Ik zit helemaal onder brandnetels. Mijn hele handen, hele benen, enkels, alles is onder brandnetel. Gadver, ik ben helemaal aan het jeuken overal. Wow, kijk, je ziet al die bult al. Ja? Zo, ik ben echt naar de kloten. Mijn hele lichaam is naar de... Mijn hele lichaam. Nou, nah, dit is echt niet normaal. Stel, ik was gewoon in mijn jumpsuit of zo. Dit brandt. Is het pijn? Kijk dan. Oh, hier helemaal. Oh, hier. Wat? Jongens, dit is echt geen grap, hè. Ik ben gewoon serieus. Kijk je andere hand. Dit is gewoon helemaal in de... Bulta. Nou, ik echt. Het lijkt net of ik gewoon in vuur en vlam sta. Nou, laten we maar snel naar het kuthuis gaan. Ik moet mezelf afspoelen, dat helpt blijkbaar. Kijk, hier is ze ingefietst. Ik bel Stan, ik zeg ja, ik ben in brandneusgebied. Zegt hij, ja, moet je even afspoelen. Dat werkt niet hoor. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. We zijn wakker geworden, we waren echt vroeg wakker, al om 8 uur. Ja, ik weet echt niet wat er is, maar ik ben de hele week zo vroeg wakker. Ja. Dus ik word elke keer gewoon vroeg wakker. We hebben net even lekker op havermout ontbeten. We gaan nu eventjes een stukje varen. En het is echt niet normaal mooi weer. Het is echt helemaal geweldig. Ik heb even lekker een bikini aan en een jumpsuitje van Labella, maar leuk. Dus ja, we gaan even proberen of we die boot aankrijgen. We hebben echt geen idee. We moeten ook nog die fietsen van gisteren terugbrengen. En we hebben net het huis even een beetje schoongemaakt en opgeruimd. En dan gaan we rond een uur of 1:15 weer richting huizen. Niet normaal hoe snel dit is gegaan en voorbij gelopen. Jongens, we hebben de kussens in de boot gelegd. We gaan even lekker een stukje varen. Maar we willen eerst eens even een thumbnail maken voor het huis. Maar we moeten even kijken waar. Het is nu 10 uur. We gaan tot 1:00. Nou, we zijn gewoon 3 uur weg hoor. Tot 1 toch? Ja. Ja, dat is waar. 12:30. Oké. Okay. Oh ja. Top. Nee. Ik heb echt niks. Nou jongens, het varen was niet een groot succes. Want de benzine was leeg. En we hebben niet zo lang. Dus het heeft geen zin als we weer helemaal gaan tanken. En weet ik het allemaal. Dus we gaan gewoon nu lekker hier in de tuin zonnen. Ja. Ook prima, weet je. Whatever. We liggen al een tijdje lekker in bikini te zonnen. Ik heb deze... Kini van Savol aan. En het is zo lekker warm, hè? Het is echt 12 graden of zo, maar het is echt hartstikke warm gewoon hier. Dus helemaal toppie. Nou, we hebben even lekker lunchje gemaakt. Een lekker focaccia broodje met rucola, ijskoffietje. Heerlijk in de sun. En ja, we zometeen moeten we alweer gaan opruimen, inpakken. Ja. Dan gaan we weer weg. Ik heb vandaag wel gezellig een barbecue bij vrienden van Stan. Dus dat is wel leuk. Lekker de zon in. En dan was het het alweer. Ja. Dan gaan we elkaar echt ja, met je verjaardag nog zien. Ja, dat is wel nog en dan even. Verder echt, ja, misschien ja, in augustus dat nog. Dan. Want we krijgen het helemaal druk met vakanties. Dan niet. Nee, we worden helemaal druk. Ja. Maar augustus...
Ja, sowieso. Nou, bon appétit. Oké, we zitten nu in de auto. Isa is nog heel verplassen en dan gaan we weg. Het is echt bloedheet. We hebben net die fiets teruggebracht. Het is zo heet. Oh my god. Mijn vader die gaat me ophalen in Amsterdam. En dan ga ik lekker snel douchen, omkleden en dan ga ik naar barbecue. Wel zin in. Helemaal leuk. Het was zo een leuk weekend. Echt, love it. Nou jongens, het is inmiddels bijna 4:30. Ik heb me even gedoucht, omgekleed. Super schattig jurkje aan van zijn voel. Ik ga nu naar Stan en dan gaan we gezellig naar een vriend van hem. Lekker barbecue. Helemaal leuk. Ik werd zo blij van dit weer. Echt, what the fuck. Ik ben gewoon helemaal herboren. Love it. Aan en geluk en Nina. Oké jongens, Stan en ik zitten nu op de fiets. Alleen Stan zijn band is helemaal lek. Dus we gaan echt gewoon niet vooruit. Maar het is zo lekker weer. I love it. Eigenlijk weer mijn schatje zien. Oh, ik ga lekker naar de barbecue. Isabel is er ook. Super gezellig. Helemaal leuk. Nou, ik ben gezellig met mijn zus. Yeah. En er is net een grasmaaier over mijn nieuwe slippers. Isabel. Nou jongens, ik ga helemaal stuk. Ik zit hier op de vlog. En dit is de vlogcamera van Isa. Dus dit is zo dom. Dus nu moeten we zo meteen, nou morgen even de vlogs gaan ruilen. Wat ik het aan het vertellen was, is dat Isabel de slipper in het gras lag. En ze hebben hier zo'n elektrische grasmaaier. En Isabel de slipper zijn helemaal naar het klote grasmaai. Maar oké. Okay. We zijn hier lekker aan de zon, aan het wijnen. Lekker barbecue. Voor de volgers. Hoi. Cheers. 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 Joe. Oké, hoi. Nou, dat is echt helemaal leuk. Hier staan. Kom jij eens even lekker het lekker vleesje. Dames, wat daar, daar. Ik hoop dat het goed is. Lekker schat, lekker koentje heb jij. Oh, lekker. Hé zus, hey, lekker wijn. Nou, dit is toch gewoon leven? Dit is echt leven, ik voel me helemaal geweldig. Ik ook, dit is helemaal het leven. Stan, kom eens even met het eten. Kom maar met het vreten. Door, door. Oh ja, daar komt hij. Leg maar neer hier. Oh, lekker. Hutsa. Spijt, hè? Nou jongens, we hebben een lekker saladetje. Het is helemaal lekker, eerlijk niet. Helemaal top. Ja, dat staat daar. We zijn lekker aan het barbecue. Het is helemaal leven. Het is helemaal leuk hier. Helemaal top. Helemaal summer vibes. Lekker zonnetje, heerlijk. Vandaag is... Ja, we gaan dus. Maar dat is een camera uit mijn jaartal. Nee. Nee joh, helemaal niet man. Allemaal. Het is vandaag maandag, dus het is een nieuwe weekvlog. Ik ga stuk. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken. Gisteravond was het leuk. Ik heb een kater. Ik ben naar de kloten. Nou, ik val best mee. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te geven. En vergeet zeker niet op mijn YouTube kanaal te abonneren, te volgen op Instagram. En bedankt voor het kijken. Doei!